Dag mede GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek Nieuws. Het meest opvallende gaming nieuws voor jou, die op een rijtje gezet. Met deze week Telltale's The Walking Dead krijgt toch een einde. Microsoft gaat aan streaming beginnen. En eindelijk kan je je naam veranderen op het PlayStation Network. Eindelijk is er wat goed nieuws te melden voor fans van Telltale's The Walking Dead. De ontwikkeling van het vierde en laatste seizoen werd afgelopen maand plots gestaakt, toen meer dan 250 medewerkers plotseling de studio van Telltale moesten verlaten. Deze mensen zijn zonder waarschuwing en verzekering op straat gezet en het bedrijf stond meteen aan de grond. Een minuscuul team van 25 bleef over om Minecraft Story Mode voor Netflix af te maken. Jawel, een game op Netflix, het komt eraan. Andere projecten, zoals A Wolf Among Us Seizoen 2 en een Stranger Things game, werden geannuleerd. De uitgever en ontwikkelstudio heeft nu 2 afleveringen van The Walking Dead The Final Season uitgebracht. Daar moeten nog 2 afleveringen bij komen om het verhaal af te maken. Ondanks deze kutsituatie is er toch nog een sprankje hoop voor de fans. Het bedrijf Skybound Games pakt het project weer op. Skybound, het moederbedrijf van Skybound Games, is van Robert Kirkman, de bedenker van The Walking Dead stripboeken. Zij gaan de game afmaken, hopelijk met de originele ontwikkelaars, als die nog terug willen. Wanneer de laatste 2 episodes worden gelanceerd, dat is dus nog niet bekend. En zo zie je maar weer dat zombie games uiteindelijk niet dood te krijgen zijn! Microsoft heeft een nieuw concept aangekondigd. Zij hebben Project X Cloud onthuld. Een streaming service waarbij je games kan spelen zonder daarvoor een specifiek apparaat nodig te hebben. Microsoft, die ook de makers zijn van uiteraard de Xbox, willen hiermee gaming naar een cloud toekomst brengen. In theorie heb je alleen een controller nodig om op je televisie, laptop, iPad of je rubberen patentje een game te kunnen spelen. Als deze natuurlijk een motherfucking glasvezelverbinding heeft. Het idee van games op een Netflix-achtige manier streamen is niet nieuw. Zo zijn er al diensten zoals PlayStation Now op de PlayStation en Utopic van een Nederlands bedrijf. En Google is nu Project Stream aan het testen, waarbij je Assassin's Creed Odyssey kan spelen in de Google Chrome browser. Ook dankzij streaming. Microsoft gaf op de beurs de E3 afgelopen juni ook al aan een gaming streaming platform daaraan te gaan werken. Sindsdien zijn er geruchten over een Xbox Scarlett, wat enkel een streambox zou zijn om games op te spelen. Er zou ook een sterker model komen waarbij je games lokaal kan afspelen. Wat vind jij? Is streaming de toekomst van gaming? Of blaas jij nog liever in je Super Nintendo cartridges? Laat het weten in de comments. Halle, motherfucking holy shit, Luja! Sony heeft aangekondigd dat het volgend jaar mogelijk zal zijn om je PlayStation Network ID te wijzigen. Of in de normale taal, de naam die je aanneemt op de PlayStation Online. Al jarenlang is het een discussiepunt onder de PlayStation Nation. Als je eenmaal een account had aangemaakt en je had een rare naam gekozen, dan zat je daaraan vast. Zo heb ik ooit Nieuwslezer Last 69 aangemaakt en daar kwam ik gewoon niet meer vanaf. What the fuck, op Xbox kan het wel. Maar in 2019 is dat dus einde verhaal. Eerst komt er een testperiode voor leden van het PlayStation Preview programma. Hierin is het mogelijk om 1 keer gratis je naam te wijzigen. Daarna gaat het 10 euro kosten of 5 euro voor de leden van PlayStation Plus. Je krijgt ook de keuze om terug te gaan naar je oude naam, mocht je dat willen. En daar is een goede reden voor, want Sony heeft aangegeven dat games die voor april van dit jaar zijn uitgebracht, problemen kunnen ondervinden met het wijzigen van de naam. Ja, wat voor problemen dat precies zijn, dat moeten we nog uitvogelen. Maar het kan zijn dat leaderboards verneukt zijn of dat je naam er raar uitziet of whatever. Wanneer het wijzigen van je puberale irritante nickname voor iedereen beschikbaar wordt, dat is nog niet bekend. En we schakelen live met Utrecht, want daar staan Jeroen en Johan. Ja, zeg eens heren, wat moet dat daar? Nou, wij zijn in de Jaarbeurshallen Utrecht voor First Look Festival 2018. Ja, en dit is alweer de 11e editie. En je kan het al zien, het is erg druk. Deze steden kun je ook al niet, want het is niet alleen druk, het is ook heel warm. En welke games zijn daar dan te spelen? Toppers in de line-up zijn zeker Metro Exodus, Kingdom Hearts 3... en natuurlijk Super Smash Bros. Ultimate. Mijn journalistiek oog merkt op dat er wat frictie is tussen jullie twee. Klopt dat? Nou, deze man denkt dat Airsoft iets met gaming te maken heeft. Ja, en Johan denkt dat Soul Calibur een game is. Wacht maar, ik maak je af in Smash.
Ik merk het al. Ga elkaar maar lekker bitch slappen en zo. En het hele verslag kan je binnenkort zien op GamerGeeks.nl. Dank jullie wel, heren. Tot zover deze editie van het GamerGeek News. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@GamerGeeks.nl. Like deze video, geef liefde op Instagram en abonneer op ons YouTube kanaal. Vergeet niet op het belletje te klikken. Anders mis je onze video's. En wat is dan nog het nut van deze papiertjes naar je toe smijten? Nou, tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek News.